Kort na het opnemen van de vorige vlog veranderde van alles in de wereld door het coronavirus. Ook in Nederland kwam in één keer alles stil te liggen. Ferry Haak, uitvoerder bij SMT. Hoe zijn jullie met de coronamaatregelen omgegaan? En wat voor effect heeft het op onze werkzaamheden gehad hier bij de nieuwbouw van het HBC? Maandagochtend heb ik samen met Cas eigenlijk een plan van aanpak hebben we die gedaan. En die hebben we op papier gezet en gecommuniceerd binnen SMT hoe we dat gingen aanpakken. Snel hadden we een plan van aanpak en hebben we doorgezet binnen het bedrijf. Ferry, heeft dit ook nog invloed op onze planning gehad? Ik denk dat we daar voor de rest eigenlijk helemaal geen rare of gekke dingen hebben gehad. Kun je een voorbeeld geven hoe wij hier met de kwaliteitsborging om zijn gegaan? Wij hebben een proeflokaal hier gemaakt om eigenlijk de opdrachtgever te laten zien wat ze kunnen verwachten van ons. Daar laten we eigenlijk echt zien hoe zo'n lokaal eruit gaat zien. In plaats van een tekening hoe het gaat worden. En dat bespreken we met elkaar. En er zijn altijd wat aanpassingen en er moet wat veranderd worden. Dus luchtdichtheidstesten. We hebben een kast hier gebouwd. Eigenlijk nagebootst om te zorgen dat we de luchtdichtheid goed voor elkaar hebben. Dat hebben we gedaan en dat is goed uit de verf gekomen. Ik sta hier met Cas van der Put, assistent uitvoerder van SMT. Hoe beheerst SMT dit proces eigenlijk? Ja, het proces van planning beheerst SMT door middel van digitale programma's. Wij werken eigenlijk met twee programma's. Het digitaal lean stickeren en ad-controls middels kwaliteitsborging en veiligheid. Ja, op deze bouw zijn natuurlijk heel veel mensen betrokken en heel veel disciplines. Maar hoe borg jij dan die kwaliteit? Middels dit open systeem met vele disciplines is het dus cruciaal dat iedereen op dezelfde werkwijze werkt. En hierdoor hebben wij een continu overlegstructuur en een goede basis met het managen van verwachtingen. Dit doen wij door een standaard overlegstructuur en dat wij continu meerlaags controleren. Ik sta hier met Albert Bos, projectleider van Holland Techniek, die voor ons de installatie verzorgen. Hoe borgen jullie de planning? Wij zijn hier begonnen met een integrale plaksessie in de Kate. Die sessie is gedigitaliseerd in Kype. En vanuit Kype wordt vanuit een daily stand dagelijks beheerd op de planning en de voortgang. Hoe tonen jullie voor het installatieonderdeel de kwaliteit aan en hoe borgen jullie dat? Dat doen wij integraal samen met SMT vanuit één systeem. Dat doen wij ook digitaal, waarin wij kwaliteitsrondes lopen die inzichtelijk zijn voor iedereen. En die nagelang de uitvoering meegaan, zodat de kwaliteit gedurende het proces bewaakt wordt. Hoe hebben jullie de samenwerking met SMT, maar ook met onze opdrachtgever en zijn toezichthouder BBN ervaren? Als zeer positief. We hebben met z'n allen de focus op de hoge kwaliteit. En we proberen dan ook gezamenlijk de kwaliteit gedurende het proces te bewaken. Zodat wij ook uiteindelijk leveren wat van ons verwacht wordt. Ik sta hier met Paul van Inge van BBN, die hier voor de opdrachtgever het kwaliteitsmanagement op zich neemt. Hoe ervaren jullie de kwaliteitsborging op dit project? Er is twee wekelijks een kwaliteitsoverleg en daar sluiten wij dan ook bij aan. En op zich is dat een heel prettige manier om ook alle kwaliteitspunten in te benoemen. En dat is een goed medium om inderdaad ook daar afspraken te maken van wat er allemaal loopt ten aanzien van de kwaliteit, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Maar waar maken wij als SMT nou in jouw ogen het onderscheid? Jullie manier van werken past heel goed bij de UAVGC manier. Het oppakken van een aantal zaken die wij melden, gewoon zonder discussie, worden opgevolgd. En kwaliteitsoverleg wat we daar hebben is echt een toegevoegde waarde. Ik sta hier met Ronald Schuil, senior kwaliteitscontroleur van BBN, die hier voor de opdrachtgever toezicht houdt op de installaties. Ronald, we hebben net het verhaal van Paul gehoord, met name over bouwkundig deel, maar installatietechnisch. Hoe ervaar je nu hier die kwaliteitsborging? Ja, we hebben hier te maken met verschillende kwaliteitssystemen eigenlijk. We gebruiken een ad-controls systeem voor het afwijken van bouwfouten, zeg maar, die hersteld moeten worden. Daarnaast hangt er ook een zwaar deel in de commissioning, zeg maar, van het hele geheel. Van hoe gaat het straks allemaal samenwerken en hoe wordt het afgestemd? Dat is een traject waar we nu mee bezig zijn. Tevens worden er voor diverse installatiedelen zogenaamde vattesten uitgevoerd. Waarvoor het protocol van tevoren naar aanleiding van de vraagspecificaties opgesteld. Wat wordt gecheckt in de eerste lijns door Hollander Techniek zelf. Zoals jullie hebben kunnen zien is er volop grip op de kwaliteit en de planning. We gaan dan ook met vertrouwen de opleving tegemoet.